Hey, welkom bij een nieuwe tutorial. Ik ga vandaag voor jullie een Instagram-trend uittesten. Zoals vorige keer de Insta-brows versus de natuurlijke brows. En ik dacht, waarom doe ik dat ook eens niet met de lippen? Want je komt hoe langer hoe meer liplooks tegen waarbij dat de lippen eigenlijk lichtjes overlined worden. Dus dat eigenlijk mijn lippotloodje je lippen iets groter maakt dan ze eigenlijk zijn. Een beetje de Kylie Jenner-look, zoals we hem wel kennen. Dat ga ik vergelijken met een heel natuurlijke, neutrale liplook. Ik ga beginnen met de naturelle look en mijn basis dat ik daarvoor gebruik is gewoon een heel simpele, transparante, voedende lippenbalsem. Die ga ik gewoon heel nonchalant aanbrengen over mijn lippen en dat vormt de basis. En ik gebruik eigenlijk dezelfde lipstick die ik straks ook ga gebruiken voor de volgende look. Om te vergelijken dat je die eigenlijk op heel verschillende manieren kan aanbrengen. Wat ik nu ga doen, is gewoon met mijn vinger daar een paar keer goed over gaan, zodat die kleur op mijn vingertop zit. En dan ga ik dat bovenop die lippenbalsem daar gewoon op deppen. Dan vervolgens de Insta-look is natuurlijk ietsje meer werk. Dus het beste is dat je begint aan de buitenste mondhoek. En daar mag je eigenlijk nog een beetje je natuurlijke liplijn volgen. Dus het beste is dat je daar niet te veel gaat overtekenen, want dat gaat er heel raar uitzien. Dus je begint daar op een vrij natuurlijke manier te tekenen. En dan, als je ongeveer net voor je cupido-boogje, dus eigenlijk het puntje van je bovenlip komt, dan mag je beginnen voller tekenen. Dus dan ga ik eigenlijk net een beetje boven die lijn, daar teken ik een nieuwe lijn en zo ga ik boven dat mondhoekje naar het centrale punt van mijn lippen. Dan doe je hetzelfde aan de andere kant, dus terug dicht bij de natuurlijke lijn blijven en dan naarmate dat je dichter bij het centrale deel van je mond komt, ga je een beetje hoger gaan. En dan met de onderlip doe je hetzelfde. Dus aan de mondhoek begin je eigenlijk zo dicht mogelijk bij de natuurlijke liplijn. En dan naarmate dat je aan het dikkere deel van je onderlip komt, dan mag je wat breder gaan tekenen. En dan vervolgens ga je alles opvullen met lipstick. Normaal gezien kies je best een lipstick in dezelfde kleur. Deze heeft natuurlijk beide, dus zowel een lippotlood als lipstick. Maar als je de beide ongeveer in dezelfde tint kan vinden, dan werkt dat ook perfect. En belangrijk is dat je met die lipstick ook mooi over die lijn van dat lippotlood gaat. Want als daar toch een klein beetje kleurverschil op zit, dan krijg je zo die typische 80s, 90s fel omlijnde liplook. En dat willen we zeker niet. Dus het is echt de bedoeling dat je die liplijn eigenlijk een beetje gaat camoufleren met dat extra laagje lipstick. Voilà, dat waren de twee looks. Aan jou om te beslissen wat je het mooiste vindt. Het is natuurlijk heel uiteenlopend. Als je het zelf gaat proberen, heel veel succes ermee. En ik zie jullie terug in de volgende tutorial. Salut!